Wist je niet dat ik moest bezig zijn met de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En vele mensen vandaag begrijpen niet als een christen zegt, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Ik moet bezig zijn met hem nummer 1. En Joel had het net over eindtijd, dat je leven hangt ervan af. Of je wel bezig bent met de dingen van je vader, of dat je maar denkt van nou ik ben wel gered, ik doe mijn ding en ik ben gewoon bezig. In andere woorden, ze deden precies wat ze moesten doen. Ze waren godsdienstig, ze onderhielden netjes de geboden en toch gingen ze verloren. Toch zegt de Bijbel, zij vereerden de Heere, maar ze vereerden de Heere niet. Omdat ze ook afgoden dienden, omdat ze ook andere goden dienden. Zij dienden datgene waar hun hart mee bezig was. Luister, het wordt ernstig. Hebreeën is geschreven voor christenen. Mensen die Jezus kennen. Niet voor heidenen die het van niks weten. Daar wij dan broeders en zusters volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Welke voor onze zonde heeft gevloeid, voor onze ziekte en onze pijn, onze smarten. Welke ons de overwinning heeft gegeven over Satan en al zijn demonen. Laten wij dan toetreden met een waarachtig hart. Hoe heb je een waarachtig hart? In volle verzekerdheid des geloofs. Geloof is de zekerheid daar in het volgende hoofdstuk. Geloof is de sleutel. Ik moet geloven. Naomi sprak vrijdag iemand en ze zegt, ja maar ik heb gebeden en ik heb gebeden en ik heb gebeden, maar God heeft niet geantwoord. Maar er is maar één weg om tot God te komen, dat is geloof. Zonder geloof kunnen wij hem niet aangenaam zijn. God heeft zijn woord gegeven. Hij zegt, ik ben met je al de dagen van je leven. Ik ben je heelmeester. Ik ben je Heer. Ik heb Satan overwonnen. Als ik geen geloof heb, kan ik bidden wat ik wil. Maar dan bid ik mijn gebeden in verkeerde, eigen gerichte motivatie. God zegt, geloof en je zal het ontvangen. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Onwankelbaar vasthouden. Volharden. Blijven volharden. Beproevingen doorstaan. Blijven volharden. Want indien wij opzettelijk zondigen, indien wij opzettelijk andere goden dienen en die gewoontes blijven volhardend doen, denken, mee bezig zijn, wat ik net heb gezegd. Eindtijd, Israël, wetenschap, nieuws. Zoveel christenen zijn met zoveel andere dingen bezig. En we onderscheiden niet de tijd waarin we leven. En wij zelf moeten zo opmerkzaam zijn om Jezus te volgen. Om Hem te volgen. Met ons hele hart, met onze hele ziel, met alles wat in ons is. Als gelukkig worden je motief is om God te dienen, dan ben je zelfgericht bezig. Dan ben je geen christen. Een christen ben je als je God dient en niet als je jezelf dient. En als je christen bent om gelukkig te worden, dien je jezelf en niet God. Amen. Het is zo eenvoudig. Je kan wel een ervaring krijgen met God. God is goed. Maar uiteindelijk moeten we God gaan dienen. We belijden allemaal dat we Jezus dienen. Maar in feite gehoorzamen we andere goden. En we moeten God gehoorzaam gaan zijn. Als we God gehoorzaam zijn, dan kunnen we zeggen, ik dien Jezus. Als ik zeg, ik dien Jezus, dien hem dan en geen andere goden. Laten we niet zijn zoals de Israëlieten toen, zoals ze hier genoemd werden. Zij dienden de Heer, maar ook andere goden. Dan dien je God niet. Maar als ik zeg, ik dien Jezus, dan dien ik Jezus alleen. En geen andere dingen. En dat vraagt inspanning, dat vraagt werken, dat vraagt scherp zijn, dat vraagt gemeenschap met God hebben. Dat vraagt intiem zijn met God. Dan moet ik noodgedwongen gemeenschap met mijn Heer en Meester hebben. Van God, met je gezin bezig, dat zijn je kinderen, dat zijn zoveel andere goden. Feitelijk is het, hoe staat het hier, is het wederspannigheid, is trots, is je eigen ding. Je houdt vast aan je eigen ding. Want ze hebben wederspannig geweest tegen de geest van God om niet hem te dienen, maar ze zijn zichzelf gaan dienen. Ze zijn goden gaan dienen, andere goden. De Israëlieten deden het ook. Ze zeiden de Heer te dienen, maar ze leefden naar de gewoontes van die volken. Het oude heeft niet afgedaan. De lat wordt in het Nieuwe Testament alleen nog maar hoger gelegd.
In het Oude Testament mocht je geen overspel plegen. In het Nieuwe Testament mag je er niet eens aan denken, zegt Jezus. God geeft je nieuwe gedachten, God geeft je nieuwe hart. Hoeveel zware straf daaromheen gij zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden. Het bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest van genade gesmaad heeft. En het is genade waar God in de... Niemand, we zijn allemaal zondaren. We zijn allemaal, hebben we vergeving en genade nodig. Maar grijp dan Jezus aan en dien hem alleen. Dien Jezus alleen. O, grijp Jezus aan en dien Jezus alleen. Geen andere goden. Laat ons zelf onderzoeken, onafgebroken, dag aan dag. Want andere goden kloppen aan de deur van je hart. En dan wilden we bezig zijn met die andere dingen. Nee, dien ze niet. Dien ze niet. Dien Jezus alleen. En wandel in het geloof. Wandel in de volharding. Want door volharding zullen we het beloofde verkrijgen. En het zijn vaak de goede dingen wat de goden zijn. De afgoden. Want we weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Luister christenen, dit is wat God zegt. God zegt, ik zal het vergelden. Ik zal het vergelden. Je zegt dat je Jezus dient, dien Jezus. Je zegt dat hij de Heer is van je leven. Laat hem de Heer zijn van je leven. Dien geen andere Heer. Je zegt dat je hem lief hebt. Heb hem lief en geen andere dingen lief hebben. Wees geen twijfelaar. Wees daar niet tussenin. Maar laat ons leven vernieuwen. Laten we ons toewijden aan de Heer. En zeggen, Heer, ik zal u dienen en u alleen. Ik zal u alleen in mijn gedachten toelaten, geen andere gedachten. Ik zal u alleen met mijn leven, met mijn lichaam en mijn leven dienen. En niks anders. Jezus, u alleen. Amen, broeder. Laten we de geest van genade niet smaden. God zegt, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. God zal het vergelden en een vreselijk oordeel staat te wachten voor de mensen. Die zeggen wel christen te zijn, maar ze dienen afgoden. Wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Weet je, christen die zegt, het is niet zo. Ik lees dit uit de Bijbel. De Heere zal zijn volk oordelen. Dit is niet geschreven aan het Oud-Testamentische Joden. Dit is geschreven aan Nieuw-Testamentische christenen. De Heere zal zijn volk oordelen. Daar hoor je, daar val je onder. Als je zegt christen te zijn, dan is dit woord voor jou. En wederom, vreselijk is het te vallen in de handen van een levende God. Amen. En weet wie je dient. Weet wie je dient. Onderzoek je hart dagelijks en weet, ik dien Jezus omdat hij koning is, omdat hij redder is. Omdat hij zijn bloed heeft gegeven, hij is de koning der koningen. Daar ben je mee bezig. En als hij voorziet is het oké, als hij niet voorziet is ook oké, maar dat maakt niet uit. Je dient de koning, je bent in dienst van hem. In de Bijbel lees ik vele mensen die vragen bij de mensen die Jezus dienen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? Vandaag de dag is het evangelie, wordt zo verkondigd dat de mensen vragen... Wat moet ik doen om gelukkig te worden? Wat moet ik doen om vrede te krijgen? Wat moet ik doen om genezen te worden? Wat moet ik doen om een gezinssituatie, om uit de problemen te komen? Dat is het evangelie wat wij hebben. Dat is niet de Bijbelse evangelie. Dat is het evangelie waar we horen vandaag over om ons heen. De Bijbelse evangelie brengt dit bij de mensen in een werking dat ze zich afvragen. Wat moet ik doen om behouden te worden? Maakt niet uit of ik gelukkig ben of niet, als ik maar behouden word. Maakt niet uit of ik voorziening heb of niet, als ik maar behouden word. En het motief voor deze behoudenis is niet voor jezelf, maar het is tot eer en glorie van God. Want mensen werden gegrepen in hun hart en er was besef dat ze fout zaten en dat ze verloren gingen. En dat God rechtvaardig was in zijn oordeel. En dat ze alleen maar konden zeggen, Heer, u bent rechtvaardig. Maar u komt ertoe dat mijn ziel behouden wordt. Want Jezus is voor mij gestorven. Hij is het waard. Hoe kan ik behouden worden? Hoe kan u die eer krijgen die u toekomt? Hoe kan mijn leven weer op orde komen, zodat uw glorie en eer hersteld wordt? Amen.